park, je bent heel erg teken met een nijlpaard. Als iemand een vies woord zegt, kan je de koptelefoon op je oor zetten. Dan kan je het makkelijk negeren. Je moeder is Mongolisch, je vader is psychisch, net als je hele familie en net als jij. En dit is wat je niet moet doen. Jongens en meiden, we hebben eerder discussiëren kunnen leren gedaan met elkaar. En jullie zijn met elkaar in discussie gegaan over verschillende stellingen. En een daarvan had ook te maken met vrijheid. Waar ging het ook weer over? Wat voor dingen hebben jullie toen gezegd? Nathan bijvoorbeeld. Wat vrijheid voor jou betekent. En heel goed naar elkaar luisteren. Zodat je ook op anderen kon reageren. Kinderen mogen ouders tegenspreken. Ja, dan reageerden jullie daarop. Dan gaven jullie een mening. Of dan zeiden jullie of jullie het ermee eens waren. Of juist oneens. Juna? Als je iets vertelt, dat je dat ook met argumenten en zo vertelt. Want er zijn anderen waarschijnlijk wel benieuwd. Of wij wel benieuwd van waarom je dat dan vindt. En je komt sterker over als je het toelicht, toch? Je moet ook nooit zeggen, dat is niet waar. Want je weet nooit of diegene gelijk heeft of niet. En daarom is het juist een discussie, omdat meerdere kinderen verschillende meningen hebben. Wat is volgens jullie een goede manier om op elkaar te reageren, Mohammed? Dat je niet te boos op elkaar reageert. En dat je met een aardige stem en niet gelijk boos gaat beginnen te praten. Geen grapjes over hoe de persoon uitziet. Je moet er eens kapot lelen. Dat is niet waar. Lelijke krulsmaak, maniak. Misschien ben je zelf een maniak. Soms schelden een paar kinderen en dan kan je ze niet negeren zoals mij. Zoals ik. Dus dan kan ik ze niet negeren. Dus dan moet ik ook per se uitschelden of dissen. Dit is mijn Mattie en ik ken zijn ouders en hem heel goed. En ik scheld hem niet meteen uit omdat ik respect voor hem heb. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je alles kunt zeggen. Ik heb een tip voor kinderen die net als mij heel snel en graag willen schelden als kinderen je boos maken. Pak een kussen erbij en scheld in het kussen in plaats van tegen het mens zelf. Auw! Ik haat jou! Dat voelt beter. Je boosheid kan je kwijt. En dan krijg je ook geen problemen. Wat is dat nou, een jongen met lang haar? Hé, hey, doe dat niet! Hé! Hey. Wat doe jij nou? Ik heb tot 10 geteld. In een ruzie moet je altijd proberen om tot 10 te tellen. Om even na te denken. Want misschien is het niet zo erg.